Welkom bij de Dead Gaming 3 minuten reviews, waar we in 3 minuten of minder een game, video, film, gadget behandelen. Maar vandaag is het tijd om jullie wat te gaan vertellen over het zesde deel in de Black Ops serie, Black Ops 6. En het is natuurlijk, Black Ops is een geliefde serie in de langlopende COD-serie. En we gaan eens kijken, is Black Ops 6 dan ook echt een nieuwe, betere toevoeging ten opzichte van Modern Warfare 3? En is het waard om in thuis te halen? En laten we beginnen dan ook met de gameplay. Eerlijk? Het stilt zeker niet te heur. De actie is snel, intens en zeker met het omni-movement brengt het iets nieuws waar je aan moet wennen, maar wat wel ontzettend tof is. Je kunt namelijk springen, duiken en sprinten, duiken en springen in elke richting, wat de gevechten dynamischer en sneller maakt. Het voelt flexibel, maakt de game uitdagender, maar ook gewoon leuker. Klein advies wel van ons, zet je hitmarkers aan en pas de kleur van je richtpunt aan in de instelling naar groen. Maakt het mikken net wat makkelijker dan als je het op het rood laat. De multiplayer, dat voelt als thuiskomen. Het heeft genoeg een nieuwe twist om je aandacht vast te houden. De verbeterde omni-movement maakt gevechten veelzijdiger en uitdagender. Maar ook de skill-based matchmaking is dit jaar eigenlijk wel gewoon goed. Het is niet zo dat je tegen geweldige pro's komt, maar je komt echt wel tegen mensen die van jouw niveau zijn, waardoor je echt wel beter kan worden. Sommige mensen vinden het fijn, sommige niet. En dat is echt gewoon een dingetje wat jij fijn of niet fijn vindt. Er is een prestige systeem weer terug, wat heel fijn is. Er zijn genoeg camo challenges en je blijft dan ook maar spelen. En de campaign, dat is ook wel een mix van nieuwe en vertrouwde gezichten. Frank Roots, Russell Adler. Jij speelt namelijk als William Caderon, een Black Ops agent met een mysterieus verleden. Het verdraait het verhaal om een samenswering binnen de CIA en het is aan jou de taak om te ontdekken wie je kan vertrouwen en wie niet. Met 11 missies is de campaign wel wat van de korte kant, maar de actie en de plot maken het helemaal goed. Het is een typische Call of Duty ervaring. Stevig, boeiend en kort. En het zombies gedeelte, want Black Ops staat ook wel bekend om hoe goed de zombies is. De round-based stijl is terug, precies zoals we het willen. Twee grote maps, waaronder Terminus, en het voelt als een nostalgische trip naar de klassieke zombies. De spanning bouwt op naarmate je vordert en rondes verder komt, en de goede graphics en audio zorgen voor een indrukwekkende sfeer. Het voelt als oldschool zombies, maar dan echt veel beter. En dan is de vraag, is Black Ops 6 de moeite dan waard? Zeker als je Xbox Game Pass hebt en dan de duurdere versie, 100% waard. Het is een sterke ervaring, een boeiende campaign, geweldige multiplayer en een geweldige zombies. Voor PlayStation-spelers die de volledige prijs moeten betalen en PC-gamers, zelfs dan is het een goede game. Als je van Call of Duty houdt. Black Ops 6 is dan ook een beetje als thuiskomen. Het is een klassieke game in een modern jasje en het voelt gewoon lekker. Wij gaan zeker de komende maanden nog knallen en wij hopen je wel binnenkort weer te zien bij een Dead Gaming 3 minuten reviews.